We gaan van seks terug naar de inhoud. Ja. Okay, dat is een hele kleine stap. Hele kleine stap, ja tuurlijk. Ja? Seks is ook inhoud, hè? Dat is waar. Heel mooi, Caroline. Ga verder. Welkom bij deze speciale editie van de podcast. In aanloop naar de verkiezingen zullen we de komende weken prominente gezichten uit de politiek het vuur aan de schenen leggen. En hierbij sluiten we natuurlijk niemand uit. Dat doe ik iedere week samen met politiek verslaggever en mijn lieftallige collega Sarah Bakker. Ik ben Kevin en mag je deze podcast toch wel met gepaste trotse voorstellen aan Caroline van der Plas. Woe! Yeah. Hallo! Hoi! Hoi! Welkom! Ja, toch wel vriendin van de show ook wel, hè? Inmiddels geworden. Wel, ja. Ja, ik draag jullie warm hart toe en jullie mij ook. Dus, schilderslok op een borrel. Ja. 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 Laat ik even beginnen met de spelregels van deze podcast. Er zijn een aantal regels, namelijk volgende. Je mag niet om de hete brei heen draaien. Dat is 1. Je mag niet ellenlange antwoorden geven en je mag geen vragen ontwijken. Okay. Doe je dat wel, dan drukken we op deze knop en die klinkt als volgt. Dat is namelijk de rode buzzer. Caroline van der Plas is de vrouw die haar entree in Den Haag op de trekker maakte. Oprichter en fractievoorzitter van de eerste echte boerenpartij in Nederland. En blies alle gevestigde partijen omver tijdens de provinciale verkiezingen. Je zou denken dat een vrouw met zoveel ambitie en zoveel doorzettingsvermogen de leider van ons land zou willen worden. Maar niets is minder waar. Vandaar ook mijn beginvraag. Ja, waarom wil je geen minister-president worden, Caroline? Omdat ik vind dat Kamerlid zijn, dat is het allerhoogste en belangrijkste ambt in Nederland. En een premier is maar iemand die gevraagd wordt, wil jij minister-president worden? Die zegt dan ja. En dan moet hij beleid gaan uitvoeren. En ik vind dat een premier veel belangrijker wordt gemaakt dan dat het eigenlijk is. Maar ik heb daar wel een aantal vragen over. Want jij zegt van oké, jij vindt dit allemaal van jezelf. Ja. Maar ja, toch, het gaat om de kiezer. Je bent een volksvertegenwoordiger en de kiezer heeft heel veel vertrouwen aan jou. Hè? Ze hebben ontzettend veel vertrouwen in jou. Dat zie je bij de uitslag van de provinciale verkiezingen. Ze zijn klaar met de oude bestuurscultuur. Ze zijn klaar met 13 jaar Rutte. Dat zit er nu op. Ze willen die frisse wind. Waarom neem je die verantwoordelijkheid dan niet als ze jou als boegbeeld daarvan willen? Nee, de kiezer kiest mij als Kamerlid. Die wil mij als volksvertegenwoordiger hebben. Maar als ze je de grootste maken, dan zou je dus de minister-president worden. Nee, dat is gewoon een aanname. Want het is zo gegroeid dat de grootste partij de minister-president levert. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind, en zeker in deze fase waar Nederland zit, vind ik dat wij een hele goede, sterke, scherpe Tweede Kamer moeten hebben. En dat is de rol die ik wil hebben. En dat is volgens mij ook de rol die de meeste kiezers willen hebben. Alleen maar weten ze dat ook? Is het niet kiezersbedrog? Nee, dat is helemaal geen kiezersbedrog. Want ik ben daar volstrekt duidelijk in. Kijk, gaan jullie natuurlijk weer zeggen van milieu geeft de media maar de schuld. Maar de media maakt er een premiersverkiezing van. Maar het is geen premiersverkiezing. Maar denk je niet dat het volk dat het doet? Ik denk dat het volk op zoek is naar een nieuw boegbeeld. Je zegt daarnet inderdaad, hebben heel veel behoefte aan een sterke Tweede Kamer. Dat is helemaal waar. Ja. Maar we hebben ook behoefte aan een sterke minister-president. En Caroline, niet om te slijmen. Maar jij had onze eerste vrouwelijke minister-president kunnen worden. En dat had gewoon gekund. Ja, maar Nederland heeft meer aan Caroline van der Plas wat ze het beste kan. En ik kan. Maar vertrouw je niet in jezelf? Nou, helemaal niet. Weet je, voor mij is een premierschap, nogmaals, het wordt zo belangrijk gemaakt. Van als je de minister-president bent, maar het is ook een belangrijke functie. Ja, maar de allerhoogste functie die in Nederland bestaat is volksvertegenwoordiger. En dat is hoe ik mijn rol beter zie en waar ik denk ik ook de burgers in Nederland veel beter mee kan bedienen dan dat ik als een soort van pop door Europa reis om met allemaal wereldleiders te praten. En heb je er geen zin in? Nou nee, daar heb ik geen zin in. Nee. In die zin dat ik dan voor het land zelf weinig kan betekenen. Oh ja. Want terwijl hier bijvoorbeeld, ik kan wel minister-president zijn, maar als het kabinet hier een zootje van maakt, dan zit ik dus niet in de Kamer om dat bij te sturen. Dus je wil niet per se beleid maken? Je wil dat volksvertegenwoordiger, dat is het hoogst haalbare in jouw ogen. Maar de volksvertegenwoordiger maakt beleid. Wij maken beleid en het kabinet voert het uit. En ja, dat is een beetje ondergesneeuwd door dat die hele hype over dat premier zijn. En ik wil dat we weer gewoon even terug naar de basis gaan. Ik denk dat Nederland gewoon behoefte heeft aan 150 scherpe Kamerleden die dat kabinet gaat controleren. En als wij in het kabinet zitten, want ik zeg niet dat wij niet in het kabinet gaan zitten. Dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Ja, dat is heel goed dat je die vraag stelt. Wij hebben zeker de ambitie om in een kabinet te zitten. En wij willen ook als BBB in de Kamer ons eigen kabinet scherp controleren. Okay. Even dan terug naar de basis van de vraag. Wie moet het dan wel worden? Wie is dan de nieuwe kandidaat? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Ja, maar wanneer wel? Ja, maar waarom kun je niet zeggen? Nu, vrijdag. Vrijdag ga je het... Oké. Moeten we een clausule tekenen dat we niks zeggen? Vind ik prima. Ja. Nee, ik heb beloofd om niks te zeggen. Sorry. Ik zet mijn zin op Rita Verdonk. Nee, dat is het niet. Rita Verdonk. Ja, dat denk ik wel. Nee joh, die kent niemand meer. Nou ja, sorry? Waarom denk je dat zo? Nou ja, dat is ook al wat een beetje in de wandelgangen te horen is. Oh, ja. Internationale ervaring. Hè, dat was al een vereiste, toch? Of in ieder geval, dat was al wat werd benoemd. Nou, het is fijn als die persoon een keer in het buitenland... Past ook wel bij de partij. Ben jij of ken jij iemand die ooit in Spanje is geweest? Ja, oké, maar het is iemand met internationale ervaring en je gaat ons niks geven. Het is een kanjer. Ja mensen, de podcast was 2 dagen voordat Caroline bekend had gemaakt wie haar minister-presidentskandidaat was. Dus Sarah is op die dag zelf even verhaal gaan halen. Gefeliciteerd, Mona Keijzer, je minister-presidentskandidaat. Ja. We hadden het niet verwacht, je hoorde het in de wandelgangen. Ja. Wat vind je er zelf van? Ja, ik ben super blij met haar. Ik ben sowieso hartstikke blij dat ze terugkeert in de politiek. Zij is ook iemand die in de politiek altijd, weet je, goed stevige mening heeft. Niet bang om dingen te zeggen. Ja, een bak aan ervaring. Staatssecretaris van Economische Zaken geweest natuurlijk. Maar ook jurist, dus ook op juridisch gebied heel onderlegd. Komt uit Edam, lekker vrouw met de poot in de klei. Lekker naar de kermis. Weet je, gewoon, past gewoon heel goed bij ons. Hoe groot acht je de kans dat dit onze nieuwe minister-president is? U mevrouw. Het kan maar zo dat wij wel gewoon bij de grote 3 gaan horen. En dan moet je wel iemand hebben dit wil doen. Ik ben hartstikke blij mee, want ik kan lekker in de Kamer blijven. Ik ga het kabinet controleren. Ook Mona, als ze minister-president is. Komt ook niet overal mee weg bij mij. Goed, we gaan even verder. Caroline, we gaan zo dadelijk de inhoud inpakken of oppakken. Maar waar zitten we eigenlijk? Ja, we zitten hier in ons altijd gezellige BBB-kantoor in Deventer. Het valt me op dat heel veel partijkantoren heel erg saai eruit zien. Een beetje saai, hè? Ja. Nou, ik vind dit van alle partijkantoren toch wel een van de leukere... Het geeft ook kleur door de groen en dat zit er al een beetje tussen. Het is een beetje saaiig. Ja, daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Dat heeft gewoon te maken met alle drukte die we hebben. En dat we nog echt alles gewoon leuk moeten maken met posters. Maar goed, we hebben nu straks natuurlijk allemaal weer leukere dingen vanwege de verkiezingen. Dat komt allemaal goed, maar het is altijd wel een soort van... Ja, die Office US-achtige. Ja. Maar de mensen zijn ook de Office US-achtige. Dus het kantoor is wel leuk. Ja. Zullen we naar die rubriek? Ja, inderdaad. Voordat we weten waar we naartoe kunnen... moeten we natuurlijk eerst even begrijpen waar we vandaan komen. En waar we vandaan komen is 13 jaar Rutte. Daarom de rubriek Gaaf Land. Kijk eens om je heen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land. Ik ben op een paar dingen heel trots hoe we met elkaar die sterke basis hebben gebouwd in Nederland, waardoor we er heel sterk voor staan. Caroline, hoe kijk je eigenlijk terug op 13 jaar Rutte? Nou, ik vind het geen gaaf land meer. Dus, niet meer? Nee, ik denk dat we zeker de afgelopen 2-3 jaar, dat ons land wel fundamenteel is veranderd. Wanneer was het wel een gaaf land dan? Ja, ik ben olde tjuka, zeggen ze hier dan. Kijk, ik vond het een gaaf land, maar dat is allemaal vroeger. Vroeger was alles beter. Hè? Ja. Nee, we hebben het nu over 13 jaar Rutte. Ja, nou ja, dus niet alleen vroeger. Dat is echt een hele lange tijd. Maar Rutte heeft er ook wel dingen goed gedaan. Hij heeft ons ook door een economische crisis geholpen. Hij heeft internationaal een hoop voor ons betekend. Ja, zeker. Maar ik denk wel dat hij gewoon... dat hij zijn tijd voorbij was bij de start van dit nieuwe kabinet. Ja, na de toeslagenaffaire had hij moeten opstappen, zeg je. Ja, natuurlijk. Ja. Maar speaking of Rutte, de reden waarom natuurlijk mensen bij de Provinciale Staten zoveel op jou hebben gestemd, is natuurlijk omdat ze klaar waren met Rutte. Dan gaat een medewerker naar huis. Dag meneer de medewerker. Tot ziens. Doeg, dag. De deur sluit. Maar mensen hebben op jou gestemd omdat ze klaar waren met Rutte. Ze waren klaar met dat oude beleid. Jij was de nieuwe frisse wind en nu is er een andere nieuwe frisse wind, namelijk Pieter Omtzigt. Hoe erg baal je dat hij niet bij de BBB zit? Ja, dat klinkt heel saai, maar ik baal helemaal niets daarvan. Want... Je bent 8 zetels al gezakt in de peilingen. Ja, maar weet je, we zijn nog niet eens begonnen met de campagne. We hebben onze kandidatenlijst nog niet gepresenteerd. We hebben onze premierskandidaat nog niet gepresenteerd. Ons verkiezingsprogramma hebben we nog niet gepresenteerd. Pieter moet ook nog in de komende maanden groeien in de zin van... wat wil hij nou precies met ons land? En dus nee, ik maak... Kijk, en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart... Ik ben hartstikke blij dat Pieter behouden is voor de Kamer. Want ik was wel bang dat hij gewoon zou zeggen, ik stop. Ja. Dat was echt heel slecht geweest. Dus daar ben ik blij mee. En, maar waarom baal je? Nou, ik baal niet. Ik baal niet. Nee, ik wil gewoon goede, sterke partijen in de Kamer. En met Pieter komt daar een goede, sterke partij. Ja, maar straks. Dat was natuurlijk liever hè, dat dat samen zou zijn. Ik vind het best relaxed dat we niet de druk hebben dat we de grootste partij worden. Maar je zegt iets heel interessants. Je zegt, ik vind het eigenlijk wel relaxed dat we beiden niet de druk hebben om de grootste te worden. Ja. Is dat het dan? Is het dan dat je bang bent dat, de druk te veel wordt? Nee, maar dat heeft niks met bang zijn te maken. Het heeft ermee te maken dat je... kijk, als je de grootste wordt... Dan, wat ik wil, en wat ik eigenlijk wilde vanaf dat ik in de Kamer kwam, is wij willen eigenlijk wat Pieter ook zegt, van zichzelf nu, ik wil een stabiele gevestigde partij worden. Hè, met een bepaalde mate van groei, zodat we dat ook op partijniveau kunnen handelen. Hè? Want ik bedoel, we zitten niet alleen in de Kamer, we hebben ook een vereniging BBB en een ledengroei, mensen die hier werken, en dat je dat... goed opbouwt. Hij gaat bijna. Rode knop. Rode knop. Ja, daar komt hij. Ja, daar is hij. Veel te lang antwoord. Ja. Maar het is dus niet dat je bang bent. Je wil een stabiele gevestigde partij worden. Dat is je antwoord. Ja. Want gaat er veel worden aangepast in jullie partijprogramma? Want ik heb even gekeken in die van 2021 of van de provinciale. In ieder geval bij jullie op de website alle standpunten even doorgenomen. En echt 95% gaat over de landbouw. Zelfs als het begint, wat was het nou? Gezond onderwijs en gezonde maatschappij begint met... de landbouw is heel erg belangrijk. En als je nou geen boer bent of je hebt niks met boeren... waarom moet ik dan op jou stemmen? Nou, ten eerste heeft iedereen wat met boeren... want iedereen eet 3 keer per dag. Dus iemand die niks heeft met boeren... die moet gewoon dan ook maar stoppen met eten... want dat is niks voor hem of haar dan. Dus iedereen heeft wat met boeren. Oké. Wij zijn in de Tweede Kamer gekomen... echt... de stem van en voor het platteland en als BoerBurgerBeweging. Dus we hadden wel echt heel veel boerenstandpunten. Die zijn niet verdwenen. Maar wij komen wel met een programma die nu veel breder zit op heel veel issues... waar men natuurlijk als partij mee te maken kregen toen we pas in de Tweede Kamer zaten. Hè? Meer en meer. Dus ons verkiezingsprogramma die wordt nu wel veel breder op veel meer onderwerpen. Ja, nou, ja, goh, wij maken natuurlijk content voor de doelgroep 18-35. Wie stemt er eigenlijk op de BBB? In welke doelgroep bevindt zich de grote stem? Ja, wij hebben... het wordt heel erg onderschat hoeveel jonge mensen op ons stemmen. Ik geloof laatst in het NRC van... nou, daar kwam er eigenlijk op neer dat de achterban van BBB... domme oude mensen op het platteland waren. Ja. Nou, als wij zien, ook in ons ledenaantal... zien we gewoon een heleboel jonge mensen. Ik zie dat trouwens niet hier achterop. Ik zie weinig jonge mensen. Nou, ik zie er één. Ik zie Jan Jorg van Dijk. Jorg van Dijk. Maar dit is de oude, is dit is de oude lijst. Oh, dat is de oude lijst. Dat staat er ook bij. 17-3-21. Wat valt te halen voor degenen die nu kijken... tussen de 18 en 35, waar dat wij content voor maken... Wat valt te halen bij de BBB? Wat valt te halen is dat wij gewoon ervoor willen zorgen... dat er genoeg woningen beschikbaar komen. Dat jongeren gewoon niet tot hun 30ste bij Hotel Mama hoeven te blijven. En dat ze een gezin kunnen stichten, bijvoorbeeld. Kijk, als jij nu 28 bent en je woont nog bij je ouders en je vriendin... en je mag op de zolder slapen, ja, dan ga je geen kindjes maken, hè? Zullen we maar zeggen. Dat ga je niet doen. Maar, nou, nee, dat is wel waar. Als kind vond je vroeger niks verschrikkelijkers dan je ouders seks horen hebben. Ik vind het zo leuk dat we hier met een vrouw zitten die waarschijnlijk in de coalitie komt. Maar dat we het hier, ik vind dit een hele goede uitspraak. Nee, inderdaad. Vroeger toen andersom wil je dat ook niet als ouder. Nee, dat wil je niet. Nee. Dat moet je niet willen. Nee, dus er worden geen gezinnen gesticht. Zolang dat zo is. Nee, dat kunnen mensen wel denken van, wat is dat nou voor een rare argument? Dus woningen, genoeg betaalbare woningen voor jongeren. Ja, we gaan terug naar inderdaad de inhoud. Ja. We gaan van seks terug naar de inhoud. Ja. Okay, dat is een hele kleine stap. Ja, tuurlijk. Ja? Seks is ook inhoud, hè? Dat is waar. Heel mooi, Caroline. Ga verder. Ja. Dus... onderwijs, mbo bijvoorbeeld. Wij willen dat mbo veel beter wordt gewaardeerd. Dat kinderen een vak gaan leren. Hè, en dat ze zich niet hoeven te schamen als ze zeggen dat ze timmerman zijn bijvoorbeeld. Dus maar zo denkt toch letterlijk bijna iedere partij hierover. Nou ja, dat zou je... Meer woningen, er moet natuurlijk goed onderwijs. Is natuurlijk een beetje het standaard praatje van de oppositie. Ja. Nee, maar daar gaat het toch om? Dat is toch essentieel? Maar waar staan jullie nou eigenlijk voor? Zijn jullie links? Zijn jullie rechts? Zijn jullie conservatief? Zijn jullie progressief? Zijn jullie midden? Wat recht is door het? Zee, zoals Rita Verdonk zou zeggen. Ik ga er antwoord op geven, maar ik ga er gelijk iets aan toevoegen. Wij zijn sociaal recht. Dat rode knopje, die staat paraat. Kijk, dat zit op de achtergrond, hè? Ja, nee, maar daarom, concreet antwoord. Wij zijn sociaal rechts. Dus op het sociale domein zitten we iets meer aan de linkerkant. En op het economische vlak en zo, misschien asielmigratie, zitten we meer op het rechtervlak. Maar ik wil af van dat links-rechts denken. Wij zitten echt vastgeroest in van of je bent links of je bent rechts. Ja, maar het is wel handig om vanuit een bepaald ideaal namelijk beleid te gaan maken. Omdat we dat gewend zijn. We zijn dat gewend dat dat handig is. Dus jij neemt die nieuwe bestuurscultuur wel heel letterlijk. Wij gaan dat... we moeten echt weg uit het oude denken. Ja, maar het moet wel duidelijk zijn waar je voor staat. Want anders krijg je een beetje zwangerpartij. Nee. Wij gaan echt... Dat gaat echt niet gebeuren. Maar met ons verkiezingsprogramma hebben we gewoon concrete actiepunten, natuurlijk. Dus top. Kijken. Nou, duidelijk. Kev? Ja. Akkoord. Hij deed het niet. Hij doet het ook opnieuw. Niet eens meer. Hij doet het weer. Ja. Zullen we naar de rubriek? Ja, laten we even rubriek doen. De vraag van Raymond Mens. Bekend? Ja. Ja, politiek duider. Klinkt als volgt. Ja, mijn vraag voor de BBB is of zij bereid zijn om samen met Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, een premierkandidaat naar voren te schuiven. En ik vraag dat met de volgende reden. Het zou zomaar kunnen zijn, peilingen zijn natuurlijk palingen, maar het zou zo kunnen zijn dat na de verkiezingen Nieuw Sociaal Contract en de BoerBurgerBeweging samen groter zijn dan bijvoorbeeld de VVD of Verenigd Links van Frans Timmermans. En we weten, mevrouw Yeşilgöz en ook Timmermans wil premier worden. En als de BBB en Omtzigt dan samen zeggen, opgeteld hebben wij meer zetels en wij dragen één kandidaat naar voren, dan kan mevrouw van der Plas slagen in haar ambitie. En die is denk ik goed dat de partijleiders gewoon in de Kamer blijven. Ik vind in ieder geval goed dat zij dat doet, maar ze kan er daar ook mee voor zorgen dat de anderen dat ook doen. Dus met andere woorden, heeft zij daarover nagedacht en staat zij ervoor open om na die verkiezingen de premierkandidaten die zij hebben of die Omtzigt heeft, om die dan samen te voegen en met één iemand naar voren te treden, waardoor ze de VVD of Verenigd Links de pas af kunnen snijden. Ja, we hadden hier echt wel 50 seconden af kunnen knippen. Hele lange vraag. Maar buiten dat... Ik heb de vraag even gemist. Opnieuw? Nee. Wel een hele interessante vraag. Zeker een interessante vraag. En in principe zou dat kunnen. Kijk, wij komen met een premierskandidaat. Juist. Ik zou er op zich wel voor openstaan om dan met Pieter te zeggen van... Zullen wij... dat samen doen. Maar nu eventueel zou dat wel kunnen? Dat zou niet onmogelijk zijn. Nee, het zou best kunnen. Ja. Maar dat is gewoon, dan reageer ik nu even heel primair op die vraag. Dan is mijn eerste gedachte van, ik zou dat op zich wel willen voorstellen. Oké. Nou, hoe groot acht je de kans dat je mee gaat regeren? Zeer groot. En wil je dat ook? Zeker. Nou, dat is top. Wat je doet, wat veel mensen doen binnen de coalitie, nu al of binnen de grotere partijen, zijn mensen uitsluiten. Ja. De PVV, Forum voor Democratie, dat soort dingen. Ga jij ook nog iemand uitsluiten? Nee. Ook de PVV niet? Ook al hebben ze standpunten in hun partijprogramma staan die echt niet grondwettelijk verworven zijn? Ik vind het echt schandalig dat er partijen zijn die bij voorbaat een andere partij uitsluiten. Maar dat doen ze omdat ze elke verkiezingen de partij van de PVV erin blijft hebben, of in het partijprogramma heeft staan, dat ze de moskeeën gaan sluiten, dat mensen het land uit moeten. Dat is per definitie, gaat dat in tegen onze grondwet. En dan ga je in een gesprek, in een coalitieonderhandeling, ga je in een gesprek het daarover hebben. En dan kom je al dan niet tot een compromis of Geert zegt van nou, sorry, maar ga ik niet doen. En dan kun je altijd zeggen van ja, weet je, dan past het niet echt in de coalitie die wij voor ogen hebben. En dan heb je de PVV niet uitgesloten. Ja. Gaat Frans Timmermans jou uitsluiten? Want op klimaat botsen jullie natuurlijk compleet. En als Frans Timmermans ook in de coalitie komt of onze minister-president wordt, ja, gaat hij dan tegen jou zeggen of tegen de BBB zeggen, adios? Ja, dat weet ik niet. Ik zou het niet zo verstandig vinden. De BBB heeft 16 zetels in de Eerste Kamer. Wil je nog iets weten? Nee, ja, goh. De 3 belangrijkste punten van de BBB. Laten we die nog even doen. De 3 belangrijkste punten. Menselijke maat. Dus geen beleid meer op basis van wantrouwen, maar op basis van vertrouwen. toegankelijkheid voor iedereen in Nederland, niet alleen in de regio's, maar ook tot school of tot instituten of gemeentes of wat dan ook. En loop mee met de zwakkeren, dan weet je dat niemand achterblijft. Wat heeft Nederland weer nodig om een gaaf land te worden? Niet veel. Want burgers vragen niet veel namelijk. Wij vragen veel van burgers. En vooral dat vertrouwen geven aan burgers. Weet je, burgers zijn altijd een soort van de vijand van de overheid. Oh, de burger doet allemaal fouten en dan gaan we allemaal wetten maken. Zodat we allemaal gaan zorgen dat ze dat niet meer kunnen doen en zo. Maar geef die burger nou gewoon vertrouwen, weet je. De meeste mensen die... Ja, Rutger Bregman nu aan het citeren. De meeste mensen deugen. Nee, maar dat is wel zo. En daarom moeten we beleid gaan maken. Dat, weet je, al die dingen die misgaan, zo'n toeslagenschandaal, dat is allemaal beleid gebaseerd op wantrouwen. En vele duizenden mensen gaan daardoor kapot. Maar op het moment dat je dan in die coalitie komt, gaat jouw idealisme dan jou in de weg zitten? Nee, want ik hoop dat ik wel mensen meekrijg met mijn idealisme. En ik snap ook wel dat niet alles wat ik wil geregeld kan worden. En natuurlijk snap ik dat. Maar laten we nou gewoon... Dus nou van deze punten is, als dat het uitgangspunt is van het beleid, denk ik dat we een heel eind komen. Oké, dus je bent niet naïef? Nee, denk het niet. Super. Op hoeveel zetels komt de BBB op 20 november? Noteer jij het even? Ik heb een pennetje bij. Super, ja. Ik denk dat wij 25 tot 30 zetels kunnen halen. Zo. Okay. Top. En wie gaat onze nieuwe minister-president worden, realistisch gezien? Onze nieuwe minister-president in het geheel? Ja. Zoals de kaarten nu liggen met de kandidaten die nu bekend zijn gemaakt, dan nu zou ik zeggen Dilan. Maar als onze minister-presidentskandidaat bekend geworden zal worden... Komende vrijdag. Komende vrijdag, dan denk ik dat de naam anders wordt. Dankjewel voor de tijd. Caroline van der Plas, bedankt. Tot zover de podcast. Doei. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!